extra filmpje, even extra vlogje voor deze tijd. Het is echt laat. Ik zit lekker niet net op. Ik ben even, ik ga vlog kijken van Gio, Jari. Even kijken of ik net heb. Dus pull up. Was leuk beatboxen. En dan, deze dag. Ik heb heerlijk geslapen, eigenlijk vanavond, dus dat is mooi. Ik heb veel energie. Attent voor de jongen, dus dat is ook belangrijk. Even kijken voor twee konijntjes. Dan zijn we net uit. Wordt hij aan het slapen. Vergeet eigenlijk te abonneren. En zie je als we weer in de volgende live. In de volgende dag van morgen. Vergeet eigenlijk te abonneren. Today. Tomorrow. Bioscores zijn bijna staan online. En een super toffe dag gehad. Nog een bibliotheek van de leiding. Van de ene dat ik echt super goed gedaan heb. En dat groep de gezelligheid leuk vindt. Als ze willen dat ik er vaker bij kom zitten. Dus dat gaan we sowieso doen. Joep. Het is een mooie tijd. Het is helemaal zeven. Het is echt heel erg vroeg. Weet je wel. Deze conditie heb dat ik ook wel vroeg op sta in Wageningen. Aangezien ik de vloggenlijn staat al gisteren. Gaan we lekker een outfitje zoeken. En ga ik een sokken pakken. Gaan we ons kamer maken om te douchen. Even zo meteen achter het zijn en ontbijt beneden. Lekker schakel met koffie. Gaan we eerst uit de live TikTok. We gaan eerst even. Lekker even douchen. Dus ik zie je meteen met je potje samen. Het is inmiddels 2:07. Ik heb al een uur wat gaan buiten wakker worden. Dus welkom terug voor deze nieuwe dag op mijn kanaal. Mijn naam is Steven. En vandaag inmiddels is het helemaal weer vandaag. En dan gaan we feesten vandaag van het dierpark. En omdat ik energie heb, gaat het vandaag het Monster Energy Petje op. Heel nice. Ga ik wel een leuke t-shirt of trui bij zoeken en dan gaan we zo lekker naar het dierpark hier ergens hier in de buurt. Oh, sorry. En ja, dat was ik graag natuurlijk. Was ik positief. Was ik een leuke dag gehad, leuke avond gehad. Ik ben met vandaag gepraat. Nog even nog goed slapen. Dan gaan we klaarmaken om te douchen. Dus dat wil ik wel zeggen. Vroeg dat mensen kijken, joh. Mensen moeten echt wel komen. Heel top. Jojo. Sans dame, zoals een dame. Sans en zoals. Oh, is een grap al, geweldig. Jojo. Dus ik krijg het dus dat straks. Jojo. Lieve mensen, lekker mij gedoucht. Dus lekker ontbijten en een zij nemen. Ik wil eens wakker worden. Kijken of we nog ergens. Nu doen we steken kans. Oh, lekker mooi. Ja. Oh, ik kom lang wel over. Ja, nog een. Welkom bij deze nieuwe dagvlog van mijn kanaal. Sorry. We zijn fris wakker geworden, heerlijk ontbeten. Lekker wakker geworden, brood bij ons, zwemkleding bij ons, zonneman bij me, helemaal nice. En let even op hoe netjes mijn kamer is, ongelooflijk. We zijn de witte schoenen aan, moet ook gebeuren. Ja, even een TikTokje maken van live TikTok. Eerst even zee, en dan ga ik straks even lekker om 9:30. Gaan we een auto stappen en dan gaan we lekker naar het dierenpark toe. Neem een laptop mee voor de stroom. Dat we even voor de telefoon kunnen opladen. Ik moet er langer weg blijven, ik denk dat we op tijd terug zijn. We komen naar een hele vet B-box met zijn premix en we houden gewoon nog een aantal nummers. Dat ga ik even lekker maar opfrissen en spreken later. Jullie samen met yes. Lieve mensen, lekker vis wel geworden. Oh. Het is alweer 9:55, we lopen prima op schema. Gaan ze een dierpark bezoeken en dan schalen we dan foto's en dieren maken. En misschien zoveel nieuwe dingen te bekijken, misschien op jammen, misschien bezig. Maar we zien het al. Joe. Gaat ie. Stop. Thank you. Kan jij filmen? Yes. Nice. Thank you. Ja, daar gaan we voor doen, maar ik moet dan eerst weten waar zijn kop zit. Ja. Ja. Nou, lukt het. Andersom, wacht, andersom. Deze? Ja. Ja? Ja. Kijk. Wil je de valse benen op die kant? Let op, hè?
Let op, hè. Dat is ook niet alles, hè. Let op. Twee. Hier komt deel 2. Zo, ik had er niet. Nee hoor, dat zit erbij. Ja. Zit je nog niet in de knoop? Nee. Oh. Klaar. Lisette, ben je al bruin? En mij, hè? En mij. Ja? Hey. Leuk even bij die jongen. Kijk daar. Dus een jaar oud, hè, deze. Zijn in de tweede zomer nu erbij, deze. Deine Schleiereule, dat is een Kulturfolger. Kulturfolger bedeutet, er is zu eigen gemacht, den Menschen hinterher zu ziehen. Die weiß nicht ganz genau, wo der Mensch lebt. Da gibt es Getreide. Da, wo Getreide liegt, da gibt es Mäuse. Und so eine Schleiereule kann in einer Nacht ganz bequem 10, 15, 10 Mäuse. Hey, ja. Die eten in één nacht wel 10 tot 15 muizen. Vogel Nummer 2, gerade gebracht ist von meinem Kollegen zu meiner Kollegin rüber. Das ist unser Vogel. Das ist eine Waldohreule. Und die ist dieses Jahr hier bei uns geschlüpft und groß geworden. Ist quasi nicht 4 Monate alt. Hat ein Körpergewicht von 230 Gramm und eine Flügelspannweite von guten 30 Zentimeter. Dieses Schreien, dieses Rufen, was wir von rund 2 jungen Eulen hören, das hat nichts mit Hunger oder Essen zu tun. Das nennt man Lahmen und das ist eine freudige Kontaktäußerung zum Herrn oder auch zu den Elternteilen. Da diese Vögel aber bei uns groß geworden sind, sehen sie uns als Familienmitglieder an. Das heißt so viel wie, hallo Mama, hallo Papa, ich bin da, die Aufmerksamkeit gehört nur mir. Dann hat so eine Eule auch Besonderheiten. Erste Besonderheit, so eine Eule, die kann dreidimensional höher. Er redet, tipp. Das liegt daran, die haben nämlich genau wie die Menschen rechts und links ein Ohr. Die sind aber nicht zueinander, sondern durch. Ich bin ons vindt eigenlijk te abonneren en veel steeds. We hebben een leuke dag gehad, gezellig gehad, positief gehad allemaal. Helemaal toppie. Jojo, kijk eens. Dingen van deze dag. We hebben een leuke dag gehad, voor show was leuk. Was gezellig. Lekker gegeten, lekker gedronken, met een beetje brand, lekker gedoucht en nog positiviteit gehad. En de sleutel niet op slot, dat is de deur. Dus dat is ook wel positief, dus we hebben van positief zelf. Vind ik dat ik het leuk vond, dat vlog. Doei.